Op 28 augustus 1913, 50 jaar geleden dus, werd het Vredespaleis ingewijd. Het kon gebouwd worden dankzij een vorstelijke gift van de Amerikaanse staalmagnaat Andrew Carnegie en verrees in Den Haag op een terrein dat door de Nederlandse regering werd geschonken. Het gebouw werd de zetel van het permanente Hof van Arbitrage en na de Eerste Wereldoorlog tevens van het door de Volkenbond in het leven geroepen permanente Hof van Internationale Justitie, dat thans na de Tweede Wereldoorlog de naam Internationaal Gerechtshof draagt. Van de vele geschillen die het Hof behandelde, was dat tussen Engeland en Albanië over incidenten bij het eiland Corfu er één. Het Hof bestaat uit 15 rechters die voor de tijd van 9 jaren gekozen werden. In dit geschil ging het om de vraag of Albanië verantwoordelijk gesteld kon worden voor het verlies van 2 Britse schepen die in het kanaal van Corfu op mijnen waren gelopen. Voor Engeland pleitte Sir Hartley Shawcross, die de werkzaamheid van het Hof van groot belang voor de internationale vrede noemde. Het is in een most substantial sense a pivotal point in the organization of peace. Het Hof kreeg ook de vraag te behandelen of Bulgarije, Hongarije en Roemenië de rechten van de mens hadden geschonden. Monsieur le président, messieurs les membres de la cour. Deze kwestie speelde in 1950 naar aanleiding van de processen tegen kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders in de drie landen. In 1952 werd het Brits-Iraanse oliegeschil aan het internationale hof voorgelegd. Als leider van de Iraanse delegatie trad de toenmalige minister-president Dr. Mossadegh op. En zo geschiet het geregeld dat de landen hun onderlinge geschillen laten beslechten door het internationale hof van justitie dat zijn zetel heeft in het thans jubilerende Vredespaleis in Den Haag.